Hallo allemaal, daar zijn we weer. Nou, hallo allemaal bij een nieuwe vlog. We gaan wat bestrating in dit tuintje renoveren. Wat dikformaat gebakken. Het is wel een leuk klusje. Best wel priegelwerk zal het gaan worden. Ik zal even laten zien wat we moeten gaan doen. Nou, met deze bestrating. Die moeten we eruit gaan halen. En daarachter ook. En onder het, wat is het, prieeltje, moeten we dat ook gaan doen. Deze houten rand, die moeten we even gaan verplaatsen, zodat dit wat breder wordt. En deze bak moeten we nog een vuurhaartje in maken. Dus dat gaat even een werkje worden. We gaan even beginnen met deze steentjes eruit halen. Ook hooivork, hè? Ja, zit niet voor jou. Je moet iets van ver te bukken. Je krijgt last van je onderrug. Dan ga ik volgend jaar aan pensioen. Zit je nou... Ga nou maar. Die dieren, ja. Slavenduiven. Ga nou maar. Hup. Bijna eruit. Ja. Dit stukje nog. En dan? Kopje thee? Ja, maar niet, hè. Oh. Blaar op mijn handen. Zielig. Ja. Ik denk dat ik de ziektewet in ga. Schakel de arbeiders even in, oké? Slaafdrijver. En het is weer een prachtige dag. Prachtig mooi weer. Nou, op dit stukje het oude hout. Dat zat hier. Dat gaan we iets... Ja, gewoon de kant. Dat gaan we iets verplaatsen. Dus dit wordt wat breder. Dus dat gaan we als eerst doen. En dan gaan we... dit terras vandaag erin leggen. Als het weer een beetje mee zit natuurlijk. Voorbereiden zodat we ze direct kunnen gaan leggen. Hier zijn we gewoon tegen de oude houten rand aan het straten. Ja, om dat helemaal opnieuw te doen, dan is het natuurlijk een kostenpostje. Maar om ervoor te zorgen dat het water niet wegspoelt, hebben we in die eerste rand, het eerste stuk, even wat stabiliserend zand gemaakt. Dus dan blijft dit zo direct lekker hard en spoelt het water niet weg. Gelukkig worden wij niet nat in de camera. Een beetje zo. Ja, hè? Het lijkt wel als wij vloggen dat het altijd regent. Of hagel. Ja, dat klopt. Nee, het komt omdat je je vikingbaard laat staan. Ja, dat zou kunnen. Dan denken ze, we laten maar lekker Siberisch hagelen hier. Hè? Ja, kijk, aan het weg en het stopt. Ja, dat bedoel ik. Kijk uit dat je niet uitglijdt. Omdat het zo donker is door die buien, hebben we maar even een koplamp op de kruiwagen gemaakt. Kijk, mooi hè. We kunnen in ieder geval geen boete krijgen dat we geen licht hebben. We hebben eerst een stukje bestrating erin. Gaat lekker. Nu even rechten, de lijnen hebben rechten. Net even een touwtje langs gedaan dat het weer vanaf de muren mooi loopt. Dat hoor je het wel. En dan kunnen we weer mooi recht daarop aan werken. Nou, de
Het is maar blijven regenen. En dan hebben wij al een beetje regel voor als het te lang regent. Dan gaan we lekker een warme douche pakken. Zo, hier kun je het ook wel zien. Het heeft gigantisch geregend. Dus we gaan nu lekker in de loods wat dingen doen. En een lekker bakkie koffie drinken. En een beetje genoten van deze werkdag. Noodweer. Wat is dat toch zo vreselijk, jongen, die regen. Ja. Waarom hebben we dat? Dan denk je even wat, waarom hebben we dit vak gekozen? Nou, echt. Maar kijk, collega's. Ja. Mede-hoveniers. Vandaag 10 mm gevallen les. Ja. Maar woensdag, donderdag, vrijdag droog. Gaat hier brood, nu al. Geen auto. Ach, volgende week wordt leuk. Ja, weet ik. Halleluja. We beginnen weer bij de berg. Weer een nieuwe dag. Goed dat jij het vaderwerk al doet, les. Ja, ik ben niet anders gewend. Het begint goed dan al voor ons. Ik moet toch een beetje de ervaring doorgeven, ja. Gasflesjes ingraven. Ja, klopt. Nice. Jongens, het is niet normaal. De zon schijnt. Ja, waar? Ja, niks, man. Jij zit nog onder overkapping. Is er eindelijk zon? We zijn nu het vroegmiddel aan het invegen. Dat veeg je eerst zo droog mogelijk helemaal in. Zoals Jimmy nu aan het doen is. En zo direct maak je het nat. En als het goed is, moet het dan gaan uitharden. We zijn hier de laatste dingetjes aan het afronden met echt een prachtig weertje erbij. Dus daar mogen we niet over klagen. Zonnebrilletje op. Maar net eventjes het laatste dingetje gedaan voor het open haartje, voor het vuurtje. Zal ik even laten zien. Nou, dit is een mooie haartje. En dan kunnen de mensen direct lekker hier zitten in de avond. We hebben hier even een klepje gemaakt. Met, hier kunnen de mensen dan de warmte instellen en de klep. Die kan er ook nog af. Die hebben we ook even op maat gemaakt. Ja, wat wel heel erg leuk is aan deze constructie, dat we die helemaal gemaakt hebben met hergebruikt hout. Dus we hebben niks nieuw gekocht, we hebben gewoon lekker alles hergebruikt. Kost niks. Het gaat gewoon nog 10 jaar mee. We hebben inmiddels ook, zoals je ziet, gevoegd met PZ Easy. En dat is mooi hard.
dit klusje zit erop. Dus dit hebben we mooi afgerond. In ieder geval bedankt voor het kijken weer. En de volgende vlog zal zich afspelen in Muidenberg. Dan gaan we lekker aan de bak. En nou ja, in ieder geval tot ziens. En tot de volgende vlog. Nou, we hebben daar de oppashond van de tuin waar we doen. Alleen die is ontsnapt de tuin in en die is agressief. En als we hem één beweging maken, dan wil hij ons bijten.